Welkom op Rentenclage aan de Aziëweg. Ik ben Mike en ik doe je eerste graads elektromonteur. Maar er zijn hier nog vele andere opleidingen, zoals de schilders. En ik neem jullie nu mee door de school. Wat is leuk is in de opleiding, je bent altijd binnen en buiten bezig. Buiten gewoon standaard schilderwerk, maar ook de oude technieken die behandel je. En binnen ben je altijd aan spuiten, behangen, ook binnen schilderwerk. Zet er allemaal in, houtdraadreparaties. Dus daarom heb ik voor deze opleiding gekozen. Hi, ik ben Aniek. Ik volg de opleiding eerste monteur elektrotechniek. We zitten nu in een theorielokaal en ik neem jullie mee naar praktijklokaal. Oké, we zijn nu in praktijklokaal. We zijn nu bij Mike. Hij is bezig met het bedraden van een driehoekschakeling. Dit is het project waar ik zelf mee bezig ben. Het is een domotica project. En hiermee kan ik het licht automatisch schakelen via de telefoon. Wat we hier zien is een kruisschakeling. Deze is gemaakt met drie verschillende soorten buis en vier schakelaars. We hebben hier een slagvaste buis, flexibele buis en gladde buis. En je kan hem op elk punt schakelen. Dit was elektrotechniek en ik neem jullie nu mee naar de metaalbewerking. Hey Thomas. Hallo, ik ben Thomas Nap. Ik doe de opleiding Allround Constructiewerker, niveau 3. We zijn hier in het praktijklokaal. Ik ben zelf bezig met een project die ik heb gekregen van een leraar, een barbecue. En ik zal jullie nu even een rondleiding geven door het lokaal. Hoi, ik ben Bert en ik ben mijn lasvaardigheid aan het verbeteren. Nou, dan neem ik jullie mee met een ander project wat onze klas doet. Dit is een project Falkenstein, van het landgoed Falkenstein. Dat hek moeten wij nu restaureren. En ja, nou, zoals je ziet, schiet het wel aardig op. Dan gaan we nu naar de stucadoors. En Thomas, aan jou de heer. Welkom bij de stucadoors. En zoals je kan zien, wordt hier altijd hard gewerkt. En Jan, wat kan je me vertellen over deze opleiding? Nou, hallo allemaal, mijn naam is Jan van der Gooij. Ik ben docent stucadoren. En wij verzorgen hier een aantal stucadoorsopleidingen. Van de opleiding basisstucadoor tot de gevorderde stucadoor. Dit was de rondleiding op de Aziëweg. Kom naar het Rentencollege en daag jezelf uit.